De televisietransfer van Leonie Terbraak maakt vooralsnog weinig indruk. Ze is overgestapt van SBS6 naar RTL4, waar ze begon met een programma over ballonnen, Blow Up. Na het eerste seizoen is Chantal Jansen keihard afgehaakt en dat afdankertje is in de handen van nieuwkomer Leonie terechtkomen. Een waardeloze start natuurlijk. Leonie is er behoorlijk over aangevallen door critici. Het was leuk om te maken, ja, maar het was ook gezeik, zegt ze zelf in de oude Jaarspecial van Beste Kijkers. Gastheer Ruben Nicolai, je bedoelt de meningen over het programma. Leonie, ja, dat hoort er ook bij. Het was natuurlijk ook wel een beetje een schot voor open doel. Een ballonnenprogramma. Het eerste seizoen was al heel erg afgezeken, en dan gaan we natuurlijk een tweede seizoen doen. De mannen van VI zijn er volgens mij wekelijks op teruggekomen. Ruben legt uit wat de mannen van VI steeds over haar roepen. Ja, die zeiden de hele tijd dat jij had gezegd: Ik ben weg bij SBS en ik ga naar RTL omdat ik meer inhoudelijke programma's wil maken. Wat een onzin, al dus Leonie. Ja, dat heb ik nooit gezegd. Ruben, dat hebben wij opgezocht. Leonie, oh, heb ik het wel gezegd? Ruben stelt haar gerust. Je hebt dat nergens gezegd. Tenminste, wij hebben het niet kunnen vinden. Leonie, nee, toch? Dan haalt medegast Bo van Dorens stevig uit naar het VI-trio, waaronder dus zijn aardsvijand Wilfred Gené. Je bent er verbaasd over, Ruben, dat hun feiten niet helemaal op orde zijn? Het leidt tot gelach in de studio. Jezus! Hoe lang kijken we al naar die mensen? Kom op nou, Ruben!